Matteüs 19, vers 26, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. God wil dat niemand verloren gaat. Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matteüs 19, vers 26 zegt: bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. De aflevering van vandaag heet Gods geheime agenten. Engelen die zijn kinderen dienen. En bij mij in de studio is weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel, Henk. Ik heb de titel al genoemd, ik geef jou graag het woord. Gods geheime agenten. We staan er te weinig bij stil. We worden er nu natuurlijk door die uitzending en aflevering bij stilgezet. Laat ik eens een mooi voorbeeld geven van Genesis 1. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Ja. De aarde nu was woest en ledig. En de geest Gods zweefde over de wateren. Nou, daar zie je geen inleiding, geen woord vooraf, dat zouden wij doen als mensen. Maar zo groots, zo goddelijk, zo majesteitelijk, geweldig. Niet zomaar een verhaal. Je proeft vanaf vers 1 van Genesis, hier spreekt God. Ja. He, dat is toch zo? Ja. Ja. Dan komt gelijk eigenlijk de vraag op. Hè? Wie waren ooggetuigen van de eerste schepping? Ja. Van de schepping? Nou, dan kun je volmondig zeggen, dat was God zelf natuurlijk. Dat was Jezus Christus, zijn zoon. En dat waren de engelen en de Heilige Geest. En vermoedelijk miljoenen, misschien wel miljarden engelen waren getuigen van de schepping. De mens was nog niet geschapen. Niemand was erbij. Geen enkele ooggetuige. Geen verslaggever. Geen journalist. Geen verborgen verkenner. Wie, oh wie? Ik lees voor vanaf vers 3. En God zei, er zij licht. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Nou, ik lees hier ook nog even vers 24 en 25. En God zei dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard. Vee, kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. En het was al zo. En God maakte het wildgedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Ja. En in de zesde dag heeft hij de mens gemaakt. He, zes dagen schiep hij alle dingen en de zevende dag was de rustdag. Nou, daar kunnen de mensen wel eens een voorbeeld aan nemen. Om eens één dag rust te nemen zoals de christenen de zondag doen en de joden de sabbat. Nogmaals, niemand weet het ontstaan van Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3 en hoofdstuk 4. He, bijvoorbeeld Genesis 5 en verder. Dat zou allemaal door overlevering en geschriften en bestaande geschriften kun je dat tot je nemen. Dat zou kunnen. Maar de eerste hoofdstukken is wonderlijk. Jezus zegt in Johannes 17, vers 17, Gods woord is de waarheid. Ja. Maar hoe komen we dan aan die indrukwekkende hoofdstukken van de Bijbel, hè, Genesis? Nou ja, het is onomstotelijk bewezen, Henk, dat Mozes is de auteur en de schrijver van Genesis en Exodus en van Deuteronomium. Ja. Geïnspireerd door God. Ja, duidelijk geïnspireerd door God. Hij is de enige die de waarheid weergeeft omtrent de schepping. Hij is de enige die de waarheid weergeeft over het ontstaan van de schepping. Het vroegere paradijs, de slang, die blijkt Satan te zijn. De verleiding die in de wereld is gekomen daardoor, de zondeval van de mens, wat we nog dagelijks ervaren, het ontstaan van talen en dialecten, denk aan de torenbouw van Babel. De wereld weet op al die dingen geen antwoord. Hoe komen de talen? Hoe is de mens ontstaan? En noem maar op. Maar dit woord, Genesis 1, hoofdstuk 1, 2 en 3, geven duidelijk weer dat dit door middel komt van Gods geheime agenten. Gods gezonden engelen. Door bemiddeling van engelen is dit woord tot stand gekomen. Er staat letterlijk in Hebreeën 2 vers 2, indien het woord van God door bemiddeling van engelen gesproken echt en waar blijkt te zijn. Nou, dat klopt. Door middel van engelen is het woord van God tot ons gekomen. Mozes leefde 2500 jaar na de schepping.
2500 jaar na de schepping. Hoe kon hij het weten? Ja. Door engelen. Engelen die hem instrueerden, die hebben het meegedeeld. Ja, dat is meer dan aannemelijk. Net als eigenlijk openbaring, ja. Hè, wat ook door een engel gegeven is. Nou, dat heb ik hier ook letterlijk staan, Henk. En je hebt niet op mijn blaadje gekeken. Er staan 22 hoofdstukken in openbaring. En er staat in het laatste boek van openbaring, en ik citeer vers 1 van openbaring 1, vers 1. God zond een engel naar Johannes om te tonen wat spoedig zal gebeuren. En de engel heeft het hem te kennen gegeven. Ja. Staat er letterlijk. Ja. En de engel heeft ook tegen Mozes gezegd van Genesis 1. Zie en schrijf. Ja, mooi, hè? Apart. Gods hulpmiddelen, hè, als je dat zo zegt. Die aan ons geeft, dat zijn de Heere Jezus. Dat is zijn woord. Dat is zijn geest. En dat zijn zijn engelen. Ja. Hè? Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja. Nou, Jezus is natuurlijk de meest onuitsprekelijke gave die we zomaar hebben ontvangen. Die ook tot onze beschikking staat. Maar die engelen die zorgen als wij in Christus zijn, als wij in Christus geloven en hem met ons hart en ziel aanhangen, zullen de engelen ervoor zorgen dat zijn uitverkorenen veilig in de hemel komen om de rijke erfenis die voor ons wacht in ontvangst te nemen. Daar zijn die engelen. Die hebben daar deel aan. Die zorgen dat onze hoop levend blijft. Dat onze geloof sterk blijft. Dat onze liefde tot God onveranderd zal blijven. Dat we de beloftes van God vasthouden. Nou, mijn inziens is er een bovenverdieping. Hè, Gods hofhouding. Dat zijn de troonzaal van God, de aanbiddingsengelen. Maar ook is daar, zoals ik het zie, een onderverdieping. De begane grond van engelen. Er staat letterlijk in Psalm 34, vers 8, engelen van God die omringen degene die God vrezen. Het huisgezin van God bestaat uit zichtbare mensen, zijn kinderen, en de onzichtbare, dat zijn zijn engelen. En we zullen één keer, en dat zal misschien niet lang duren, wat is een leven? Het leven is zo voorbij, zullen we verenigd worden met de engelen. Paulus zegt dat hij als Gods medewerker soms in gevaar was. Hè? Voor de engelen is het ook van belang dat de roeping die ze hebben, of de taak, zoals wij dit werk mogen doen, dat het goed gebeurt. Dat het ook zijn doel beantwoordt. Ja. Waartoe God het bestemt. Waartoe God het roept. En noem maar op. Ik heb een vraag tussendoor. Dat schiet me wel te binnen. Dat vind ik wel belangrijk voor de kijkers thuis. Het is wel een vraag die we denk ik niet echt goed kunnen beantwoorden. Maar er zitten misschien mensen thuis te kijken die misschien of een kind verloren zijn. Hè, of een man die sterft, jong of ziek of hoe dan ook. Waarom is dat dan? Hè, zou je daar iets over kunnen zeggen? Want dat vind ik wel belangrijk. Je bedoelt van dingen die eigenlijk voor ons niet duidelijk zijn? Want die gebeuren dan toch. Hè, en als je dan zegt, ja, de engelen beschermen ons. Maar toch zijn die mensen dan gestorven. Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Dat is wel lastig. Ik vind dat ontzettend moeilijk om daar een juist antwoord op te geven. Ja, ja. Want er zijn heel veel dingen waar ook een christen, ik ook, nog 1000 vragen bij hebben. Ja. En vandaar dat Deuteronomium 29, vers 29 zegt, de geopenbaarde dingen zijn voor de mensen en de verborgen dingen, en dat zijn de velen, zoals jij zegt, wat we soms niet begrijpen, niet snappen en noem maar op, zijn de verborgen dingen zijn voor God. En de geopenbaarde dingen, en dit is de geopenbaarde wil van God, is inderdaad voor de mensen. En daar putten we kracht, steun en waarheid uit. Want Paulus zegt juist in moeilijke situatie, en misschien kunnen we dat lezen in 1 Korinthe 4 vers 9, dat die engelen soms toekijken. We zitten soms in een amfitheater. Dus we worden bekeken. We zijn soms een schouwspel voor mensen, voor de wereld en voor engelen. 1 Korinthe 4 vers 9. Ja, daar staat, want het schijnt mij toe dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemden, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. Ja, dus we zitten in een stadion. De engelen zitten op de tribune, te midden van bijzondere omstandigheden, levenssituaties. Engelen letten op ons en leven mee. Wij zitten in Gods glazen huis. Engelen houden ons absoluut in het oog. Engelen houden soms zelf ook de adem in waar het spannend is. Dat lezen we onder andere van over David.
Jacob, Paulus, denk maar eens aan 14 dagen dat er ontzettende storm was op zee. Ja. En Petrus in de gevangenis, we gaan er nog een keer over praten. Ja. Maar ze werken, die engelen werken als lampen die schijnen in donkere plaatsen. He, dus de tegenwoordigheid van engelen Gods moet onze wandel en handel beïnvloeden. Dat wij continu gadegeslagen worden door engelen. En dat is geen nieuwe leer, maar voluit Bijbels. Hebreeën 12 vers 22 leert ons, als wij naderen tot God en tot Jezus, dat wij ook naderen, weet jij het aantal wat er staat? Nee. Dat we naderen tot 10.000-tallen engelen. Als we naderen tot God, naderen we dus ook, wat het woord zegt, tot 10.000-tallen engelen. Ongelooflijk. Ja, ja. He, dus dat is onzichtbaar, maar denk maar eens aan water. Dat is ook soms dauw. Dauw komt in de nacht en 's morgens wordt het zichtbaar. Water kan ook damp zijn of gas, onzichtbaar. Maar soms is het water, voelbaar, tastbaar. En soms is het een ijsklomp, zichtbaar. He, dus de stof water heb je ook drie verschijningen. Nou, hoeveel te meer het hemelse. En dat kan. Ja, mooi hè. Hans, ik heb wel eens het idee dat er soms meer gesproken wordt over gevallen engelen dan over de engelen van God, de goede engelen. Ja, gelovigen weten er maar weinig van engelen. Er zijn weinig preken, weinig studies. En er zijn meer mensen die geloven in spoken dan in God. Dus er zijn veel meer mensen die geloven in spoken dan dat ze in God geloven. Hè, of inderdaad, ze zijn overtuigd van dat er demonische geesten zijn. We worden in deze tijd geïnjecteerd door de geest van deze tijd, door de moderne media. We hebben de mond van slechte dingen, daar hebben we de mond van vol. Maar die engelen lijken net een vergeten hoofdstuk. He, dus het is een verkeerde eenzijdigheid voor demonen en de duivel. Er is te veel aandacht. En dat komt ook mede door de tv, waar we door in aanraking komen, reclames en andere dingen. Maar er is nodig dat onze ogen geopend worden, dat er belangstelling komt voor Gods engelen. Want het is rijke openbaring en het is verdieping en verrijking. En als het goed is, moeten we door deze studies, om het zo uit te drukken, komen van licht tot licht. He, bijvoorbeeld zie je dat bij Abraham, de vader van alle gelovigen, die zegt tegen zijn knecht Eliezer op reis voor een geschikt meisje, om een geschikt meisje uit te zoeken. Nou, voordat jij dat zou zeggen tegen je dochter Deborah, staat er in Genesis 24 vers 40, de Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel voor u uitzenden, Eliezer, en je de weg voorspoedig maken. Dus niet een zwarte kraai op je schouder, maar een engel, die zal voor je uitgaan. Ja. Gods helden zijn engelenbegeleiders, dat is zeker. Dat is zo mooi. En zie je dat ook niet bij de uittocht van Egypte? Ja, dat is prachtig. Bij de uittocht van Egypte, daar krijgen we de Exodus-ervaringen. He, dat staat in Numeri 20 vers 16, waarin we zien dat het volk uit de slavernij, uit de moeilijkheden in Egypte wordt gehaald door God. Maar ze begonnen met gebed. Dus wil je engelen gaan ervaren, begint het met bidden. Want er staat in Numeri 20 vers 16, toen wij tot de Heere riepen, dus dat volk, niet tot een engel, maar tot de Heere, hoorde hij ons, en dan krijg je het, en zond een engel en heeft ons uit Egypte geleid. Ja. Zie je dat? Ja. 2,5 miljoen, 40 jaar lang, in een wolk en een vuurkolom, beide kolommen, die zweefden verticaal, waarin dus de engel van God zichtbaar wordt. We gaan dat lezen, Henk. De connectie tussen hemel en aarde die er is, tussen aarde en hemel, wat wij mogen beleven en alle christenen, in Exodus 23, vers 20 tot en met 23. Exodus 23, vers 20 tot en met 23. Ja, daar staat. Zie, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats die ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem. Wees tegen hem niet weerspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Maar indien gij aandachtig naar hem luistert en alles doet wat ik zeg, zal ik uw vijanden vijandig bejegenen en benauwen die u benauwen. En dan vers 23. Want mijn engel zal voor uw aangezicht gaan en u brengen naar de Amoriet, de Hetiet, de Periziet, de Kanaïet, de Giviet en de Jebusiet, en ik zal hen vernietigen.
Zie je dat? Dus die engel die gaat voor, die begeleiden, maar die engel zal ook zorgen dat die volkeren verdreven gaan worden. Het is ook een strijder dus. Ja, het is echt een overdag heb je dus, zoals Exodus 13 zegt, vers 21, in een wolkenkolom geeft hij leiding. En in de nacht in een vuurkolom om voort te gaan. Ja. Maar nou krijg je het, in Exodus 23 vers 20 blijkt, neemt u voor hem die engel in acht, luister naar hem. Dus in die engel blijkt ook op dit moment Gods volheid te zijn, omdat zelfs God zegt in zijn woord, luister naar hem. Dus dat is meer dan een gewone engel. Vermoedelijk is dat ook zeker de engel des Heren. Dat is dus zeker. Maar die engel zien we nergens zichtbaar, maar nou moet je opletten, maar wel in de zichtbare zwevende vuur- en wolkenkolom, de hele reis. Die engel, en dat zal ik zo aantonen, blijkt ook in die wolkenkolom te zijn. Dus de hele reis wordt je begeleid. En ja, dat geldt ook voor ons leven. Ik vind het wel mooi, hè? Want ergens anders in de Bijbel, ik dacht in Jesaja, daar staat ook, ik zal de oneffenheden tot een vlakte maken. Ja. En dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt, hè? En meestal zijn de engelen niet zichtbaar, maar dus wel in een bepaalde vorm. Nou ja, hier zie je in de wolkenkolom. Ja. En hij komt, Jezus komt, met de wolken. Ja. En daar zijn ook de engelen vertegenwoordigd. Dus we moeten eigenlijk meer stilstaan soms bij de wolken. Ja, ik heb wel eens gezegd, toen het heel mooi weer was en het was blauwe lucht, geen wolkje te zien, en ik liep met een gelovige, met een christen, toen zei ik tegen hem expres, vandaag hoef je de Heere niet te verwachten. Want hij komt op een wolk. Want hij komt met de wolken. Maar als er een wolkje komt, let op, pas op. Een verticale vuurkolom. Verwarmend, verlichtend, maar ook afschrikwekkend. Gods geheime agenten omgeven je door ondoordringbaar vuur. Wagens van vuur en paarden, zoals je dat ook leest van Elia die ten hemel ging. Ja. En zo Hebreeën 1 vers 7 zegt ook, het zijn dienaren tot een vuurvlam. Hij heeft zijn dienaren gemaakt tot een vuurvlam. Dus niet feeën of elven, of dat ze alleen maar behoren tot een hemelse zangvereniging, de lofstem, dat is wel zo. Maar ze hebben veel meer in zich. Dat zijn volksfantasieën soms. Nou, Psalm 103 vers 21 zegt, spreekt over krachtige helden, dus gewillige helden, dienaren. En dan krijg je die zijn woord volvoeren. Dus die engelen zorgen ervoor dat dat de Heer heeft gezegd aan het begin, bij de uittocht, ik zal u brengen daar bij het beloofde land. En die engelen zorgen ervoor dat dat woord van God gestand zal doen. Die zorgen ervoor, die worden daartoe gemobiliseerd. Om dat te doen wat God heeft gezegd. Om zijn woord gestand te doen. En Lucas, daar staat ergens, dan zullen ze de zoon des mensen zien op een wolk met alle engelen. Op een wolk, weer op een wolk. He, dat staat ook in Matthäus 25 vers 31. Maar Israël wordt geleid dus door een verheven hand en de engel is in de wolk en in de vuurkolom. Misschien dat je zegt, hé, daar stond ik nooit zo bij stil. Maar toen Farao door middel van het Egyptische leger Israël uit de woestijn wou terughalen, dus wou die ze slaven maken en het leger naderde, dus Israël was gewoon een voetvolk, het kon geen kant op, dan staat er, en dat moeten we lezen, de engel verliet de spits in de wolkenkolom. Dus nog een keer, de engel verliet de spits in de wolkenkolom en stelde zich dus als bescherming op. Nou, dat gaan we lezen in Exodus 14, vers 19. Ja. Exodus 14, vers 19. En daar staat, toen verliet de engel Gods, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook verliet de wolkenkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. Ja, inderdaad. En vers 20 ook? Ja, en vers 20 ook, ja. En daarna vers 24. Ja. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in. En de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht, zodat de een de ander niet kon naderen de gehele nacht. Ja, dat is mooi. Eigenlijk zie je dat nooit in de Bijbelfilms, hè? Nee. Maar dit is gewoon een engel die in die kolommen aanwezig is. In die kolommen, in die pilaren van wolk- en vuurkolom.
En ze zijn ondoordringbaar. Ze zorgen dus bijvoorbeeld voor mist, voor vuur. Bij wijze van spreken dat ze in de modder komen. En die Egyptenaren die zeggen in vers 25b, hè, het laatste gedeelte. Ja. Help! Hè, want de Heere strijdt voor hen. Ja. Zie je dat? Dus ik denk dat het ook een beeld is, Henk, van de Nieuwtestamentische gelovigen. Hè, we zijn bevrijd uit Egypte. We zijn door de Rode Zee gegaan, gedoopt. De Ark van het Verbond, dat is de Shekina, de heerlijkheid van God. We hebben manna, dat is het woord van God. Manna uit de hemel. Engelen in de wolk- en vuurkolom die ons begeleiden. En cherubs op de Ark. Nou, in ieder geval, we schrikken vaak van engelen. Hè, twee vrouwen kwamen bij een open graf, hè, bij Jezus' opstanding. We hebben net Pasen gevierd. En ze waren zeer verschrikt. Twee engelen. Nou, ik las in Spreuken 14 vers 28, en dan moet je nadenken, dat God heeft miljarden, miljoenen, miljarden engelen tot zijn dienst. Daar staat in Spreuken 14 vers 28, als het gaat over menigte en hoeveelheid, uit het aantal onderdanen blijkt de heerlijkheid van de koning. Mooi, hè? Ja. Heilige engelen bezitten geen heiligmakende macht. Ze kunnen niemand heilig maken. Ze kunnen ook maar op één plek zijn. Ze zijn dus niet alom vertegenwoordigd. Dat is alleen God en de Heilige Geest. Dat is zo mooi. Ja. Op de Sinaï, hè, daar kwam de Heere God zelf. Hè, voor het eerst na de zondeval. In al zijn heerlijkheid, zeg maar, naar beneden. En dan staat er dat het volk beefde. Kun je er iets over zeggen? Ja, het volk beefde. Dat is een nooit herhaald schitterend schouwspel wat daar gebeurt. God zelf in zijn heerlijkheid, dus dat is wat anders dan de engel des Heeren waar we in voorgaande aflevering over spraken. Maar God zelf in zijn heerlijkheid, God de Vader, komt naar de mensen toe naar beneden. Dat is natuurlijk ongekend. Hij die het heelal heeft geschapen, de schepping en miljarden engelen, komt naar beneden. Ook bij de wederkomst zien we, en dat lezen we ook zo meteen, dat daar luid bazuingeschal zal zijn. Jezus zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. Ja. Dat lezen we ook zo meteen. Ik lees voor uit Exodus 19, vers 16 tot en met 19. Ja, dat, als je daarbij bent, ik denk dat de schrik je slaat om het hart. Daar staat, en het geschiedde op de derde dag toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Ja. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet. En ze stelden zich op onderaan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Heere daarop neerdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï op de bergtop. En daar gaf hij dus de 10 geboden die we allemaal kennen. Ja. De 10 geboden. God in lichtglans is verschenen. In brandend vuur, uit het midden van heilige tienduizenden engelen, kwam hij neer. De engelen kondigden dat aan met bazuingeschal, wat je gewoon echt kon horen. Het waren de lijfwachten van God zelf. Hebreeën 12 vers 21 zegt, en zo ontzaggend was het verschijnsel dat het volk enkel was vrees en beven. Moet je je voorstellen, zo goddelijk, zo majestueus. Donderslagen, bliksemstralen, bazuingeschal, rook, vuur, een brandende oven. De hele berg beefde en daar worden de 10 geboden, de wet gegeven aan de mens. Handelingen 7 vers 53 spreekt over dat dit gebeurde op beschikking van engelen. Op beschikking van engelen zijn de 10 geboden gegeven, waarin we lezen... Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden is op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverige God. Ja. Deze woorden werden door engelen, en dat zegt Paulus ook in Galaten 3 vers 19, op beschikking van engelen aan Mozes gegeven. Nou, ik lees hier uit de Bijbel nog eens een keer voor. Op het zien ervan sidderde het volk en bleef op een afstand staan. Toen zeiden zij tot Mozes,
spreekt u met ons en laten wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, opdat wij niet sterven. Dat staat in Exodus 20, vers 19 en 20. En het volk bleef op een afstand staan. Nou, wie kan God zien en leven? Niemand. Dus dat is de troongeesten, zo zie ik het, Henk, die daalden af. Ja, wij zijn eigenlijk zondige mensen. Natuurlijk, door de Heilige Geest woont het Heilige in ons. Ja. Hè, er is maar één ding wat heilig is, en dat is de Heilige Geest in ons. Ja. Maar verder zijn wij van nature niet heilig. Maar we zullen later de Heilige God ontmoeten. Maar vlees en bloed, wij mensen kunnen het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wij kunnen niet zomaar de hemel binnengaan. Absoluut niet. Ja. Jezus zegt, je moet wederom geboren worden. Ja, we moeten wederom geboren worden. En we moeten een nieuw lichaam ontvangen. Een verheerlijk lichaam. Nou, dat is ideaal. We hoeven ons niet meer aan te kleden. En niet meer te scheren zoals ik elke morgen. En ons geen zorgen te maken. En nu moeten we denken, hé, we gaan opstaan of we gaan daar naartoe. Dan moeten we, we moeten onszelf in beweging zetten. Maar dan, als we denken, we willen daar zijn, ook zal het van mij apart de andere kant van de wereld zijn, zijn we daar. Ja. Net zoals engelen in een fractie van een seconde, als vonken die opvliegen. En dan in goddelijkheid. Ja, dat wordt prachtig. Het wordt zien en genieten later. Dit wat wij hier op aarde meemaken, dat is niet altijd prettig. Dat kan soms heel moeilijk zijn. He, maar dat is plan 1. Maar plan 2, plan 3, plan 4 van God wacht ons. Het beste komt nog, absoluut. Ja. Hans, we hebben nog anderhalf minuut. Ik wil graag vragen of jij met de mensen thuis wil afsluiten met gebed. Ja, zeker. Vader in de hemel, ik kom tot u door de Heer Jezus Christus. Vader, ik vraag u, wilt u zelf tot een ieder die kijkt spreken en laten zien dat het niet alleen gaat om een persoon, als die wel of niet leeft, wat men God noemt. Maar dat u de machtige bent, de opgestane. Dat u ook de verheerlijkte bent. En dat u ook een macht hebt aan engelen. En dat u ook, Heer, uw woord hebt gegeven en uw beloftes. En dat u aan een ieder wil laten zien dat u hem van harte lief hebt. U houdt van de mens. Zoals u zelf hebt gesproken, al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dank u wel. Heer, u wacht met uw belofte om te komen. Opdat mensen nog komen tot u en hun leven overgeven aan u. En afstand doen van hun oude leven. Geprezen zij de machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Dankjewel, Hans. Dit was Without Limits voor deze week. We zien u graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken.